bent het sluitstuk van de avond. Dat is geen toeval waarschijnlijk. Wel, iemand moet het zijn. En misschien is het toch wel redelijk als men de beste neemt. Nu nog, terwijl de bijen van de dood om mij zwermen, proef ik de honing van haar buik en hoor ik het gezoem van haar klaarkomen en staar ik naar die natte roze blaadjes van haar bewegelijke, vleesetende bloem. Nu nog, hoe haar beschrijven, met wat haar vergelijken, tot in mijn graf zal ik haar ordenen en haar verven en bederven en haar amechtig weer tot leven blazen met mijn ergerlijk geklaag, met mijn zenuwslopend zeuren. Nu nog. Ik hou niet van voorlezen in het openbaar. Het poëzie is voor het innerlijk oor, wat mij betreft. En daarom doe ik het wel, omdat ik er niet van hou. Dat is heel vreemd. Oh nee, de dichter is een masochist. Dus wat hem pijn doet, dat moet hij vooral doen. Er komen mooie verzen van. Nu nog, als ik haar zie met die bijziende blik van haar, zwaarder in de heupen en voller in de kont, ik zou haar, geloof ik, weer omhelzen, weer van haar drinken. Een hommel was niet drukker, bezig, blijer, leniger. Nu nog, terwijl ik in haar verstrengeld en geknoopt zit, is de verwoester bezig en verschroeit hij de mensen. Mensen van enige standing zijn hun weg verloren als na een gevecht zonder wapens en zonder winnaars. Nu nog in haar boeien geklonken en met de bloedneus van minnaars, zeg ik, van haar bloeiende lente vervuld, dood. Folter niet langer de aarde. Wacht niet, lieve dood, tot ik klaargekomen ben. Maar doe zoals zij en sla toe.